Die camera is te zwaar verkoren. Nou, wacht, moet ik nog wel starten. God, heb ik al dit. Dag mevrouw, dag meneer en welkom bij de 11e aflevering van Typisch Goois. Het is eigenlijk een speciale aflevering. We gaan vandaag een lekker stukje rijden en dan zou ik de jongens wat vraagjes stellen over de afgelopen 5 maanden, over de stageperiode. Ja. Dus leuk dat jullie kijken allemaal en we gaan er wat leuks van maken. Geniet dan. Ja, zeker. Gewoon lekker gezellig. Een gezellig toertje. Colin, ik begin bij jou. Waarom altijd bij mij, man? Want, Colin, jij kan niet meteen stage lopen. Jij hebt ook nog ergens anders stage lopen. Klopt. Vertel er eens over. Zal ik het raam hier dicht doen? Of, Nee. Vertel maar. Oké, dat klopt, Maurits. Ik ben eerst begonnen. De eerste 3 weken ben ik begonnen bij YouTuber Thomas, kortom, in Amsterdam. Nou, de eerste de week beviel, maar de tweede week ging al wat minder voor mij. Dus gelukkig had ik nog een sollicitatiegesprek gehad bij Gooi TV. Dus heb ik op een gegeven moment Ruud gebeld. Ja, daar ga je alweer, Maurits. Daar ging de camera. Toen heb ik op een gegeven moment Ruud gebeld van is het mogelijk om nog bij jullie stage te lopen? Nou, volgende dag stagegesprek weer gehad en ik kon zo al beginnen bij Gooi TV. Dus toen ben ik eigenlijk bij jullie aangesloten. Ja, oké. Maar je kwam bij Gooi TV. Ja, ik kwam. Wat was je eerste impressie? Mijn eerste impressie, ik vond het al heel leuk. De tweede dag had ik al een pitch gegeven voor Ruud om ook een eigen programma te maken. Deze maand in Gooi TV, want jullie hebben ook een eigen programma toen de tijd. Typisch Goois was dat. En ja, ik wilde eigenlijk heel graag een talkshow, want ik wil later ook een programma presenteren op de nationale televisie. En misschien dan kon ik het oefenen op een lokale omroep. Dus ik dacht, Gooi TV, een stage. Misschien is het te combineren. Dus dan hebben we een presentatie gegeven. En toen mocht ik een pilot aflevering maken. Nou, was die bekeken. Goed gekeurd. Mocht ik gewoon beginnen. Was ik heel blij mee. En ja, dat zit er voor mij nu ook op. 4 afleveringen. Oké, en hoe heb je je onderwerpen bedacht bijvoorbeeld? Eigenlijk zelf. Reizen. Oké. En welk onderwerp spreekt jou nou het meest aan van die 4 onderwerpen? Ik denk toch media. Ja? Ja, want ik ben ik hou van media. Ik hou van het mediapark. Ik ben er veel te vinden. Ik ga ook zelf mijn tv opnemen. Ja, en Colin, je hebt een eigen YouTube kanaal. Zeker. Ik heb ook een eigen YouTube kanaal sinds 2015. Is dat kunnen we die even in beeld krijgen? En wat voor video's maak je? Ja, eigenlijk van alles, van vlogs tot grappige video's. Ja, maar het meeste real-time video's. Ik wil gewoon de nieuwe Royalistic worden. Nee, dat niet. Dat is meer de game-generatie. Wat? Dus je wordt gewoon de nieuwe Gio? Ik word de nieuwe Gio, wie weet. Oké. Terwijl de camera valt, wil ik jou een vraag stellen. Wat is de vraag? Nou, hoe ben je bij deze stage terechtgekomen? Ik ben bij deze stage terechtgekomen door een soort, het was niet echt onze coach, meer een beetje stagebegeleider-ish. Die van jou ook trouwens. Ja, dat is hetzelfde als de van jou inderdaad. En die zei van, ik denk dat ik nog wel een plek voor je weet. En die heeft toen het nummer doorgegeven en ik ben toen gaan appen. En toen heb ik eigenlijk volgens mij die week daarna gelijk een gesprek gehad.
Ja, ik heb zoveel gedaan over de afgelopen periode. Ja, en voor jullie allebei dan de vraag, wat heb je het meest geleerd hier? Ik denk het menscontact. Dus het contact met heel veel verschillende mensen. Dat je dat wel... Sociale contact. Het sociale contact, maar ook het contact tussen instanties, dat wel heel belangrijk is. Ik had er namelijk nooit zo over nagedacht. Maar alleen als jij een opname met iemand wil hebben, dan moet er zoveel geregeld worden. En dat, ik denk dat ik het meeste, niet echt zozeer geleerd heb, maar meer dat het voor mij even een eye-opener was, zeg maar. Waarvan ik echt zit van, er zit dus wel meer aan dan alleen een gesprek. Omdat we op school alleen, zeg maar met... Met medestudenten eigenlijk. Ja, met een bepaald groepje. Ja. En nou is het echt... Met mensen gewoon. Ja. Met random mensen. Externe. Ja. En ik denk ook wel het presenteren. Presenteren. Heb ik ook wel gedaan. Ook wel voor eigen YouTube of whatever. Maar alleen nooit echt iets op zo'n manier, zeg maar. Ja. En jij dan? Ik heb... laten we eerst naar Colin gaan. Ja, Colin. Colin. Eerst naar mij, hè, Maurits. Altijd eerst naar Colin. Ja, ik denk ook het presenteren dan. En het interviewen, denk ik, voor jou ook. En het interview, want als je kijkt, het eerste interview van mij bij... Godverdomme, die GoPro, man. Oh, die zal weer over het zijn. Ach, moet wel weer over op de camera's. Ik weet niet of dit nou echt geweldig was om naar te kijken. Stop eens met piepen en overhitten, joh, je ongelooflijk pokkeding. Maar... Toch, lieve mensen. Ik valt weer uit. Heeft Maurits verteld wat zijn lievelingsprogramma was? Ja, wat is jouw lievelingsprogramma? Om ik mee heb te... geen lievelingsprogramma. Wat vind jij het leukst? Ik vind het allemaal kut. Fiets af. Maar, jochies. Ik denk het ook. Tot nooit meer.